Welkom dames en heren bij de wereld van de Vingerstad. Dit is niet zomaar een normale survival serie, dit is een hele aparte serie en ik zal jullie uitleggen waarom. Dit is mijn huis en het is de bedoeling dat ik mijn eigen wereld maak in Minecraft door middel van taakverdelingen. Kijk, hier vind je mijn taken. Tot na het intro. Alles is mogelijk in de wereld van de Vingerstad. Mensenclub, halleluja, vergroten van het land. We komen dus op terug. Dit is mijn keukentje. Hier is een kist waarin ik allerlei lekkernijtjes bewaar. Ja. Hier is de boekenplank met een kist van verzamelitems. Hey, wie hoor ik daar? Ja, het is... Clarabel! Hallo Clarabel! Ja, negeer me maar. Dit is mijn lieve koe die ik net zo behandel als ieder huisdier, jullie weten het. En oké, dit is nog steeds mijn kapotte televisie. Ik kan er niks aan doen, ik weet geen reparateur, niemand kan mij helpen. Ik ben niet zo technisch, ik blijf er vanaf. We gaan eens kijken, wat hebben wij allemaal? Wij gaan eerst de mensenclub doen, want dat doen we altijd aan het begin van een aflevering. En wat is de mensenclub? Ik laat jullie het zo snel mogelijk zien. Kijk eens, hier zijn we. Dit is de mensenclub en ik zet hier namen neer van mensen die iets hebben gestuurd via mijn mailadres. Dus heb je een super tof idee voor de wereld van de Vingerstad? Heb je een leuk artwork? Heb je gewoon een heel lief mailtje? Dan kan jij kans maken op een plekje in mijn kleine tuintje. Ja, hoe moeten we het noemen? De mensenclub eigenlijk. De speciale mensenclub. En ik ga een sign pakken. Want we hebben weer iemand gekozen die hier hoort te staan. Die ik vond van, nou, die heeft een heel leuk mailtje gestuurd. En die gaat als volgt. Hoi Vincent. Ik heet Sander Hoek. Ik heb een idee voor de Davinstal wereld. Misschien kan je een soort kerk bouwen. Oh, dat was dat halleluja idee. Oké, prima. Dat is leuk voor midden in je dorp. Ik vind dat echt een ontzettend goed idee. Maar als wij een midden moeten vinden, dan moeten wij natuurlijk wel zoeken naar een midden. Dus dan moeten we plek gaan maken en bomen gaan harsen. Of nou harsen omverhalen. Dus ik ga een plekje maken hier. Ik zeg Sanderhoek. Even kijken. Nee, Sanderhoek doen we het. Een kerk bouwen in het midden van... Of van pas net niet. Van je wereld. Sander Hoek. Ik ga je er gewoon bij zetten, Sander. Jij hebt een plekje verdiend. Gefeliciteerd. En wij gaan dus beginnen met de resources zoeken in deze wereld. Nou, zoals je ziet hebben we hout nodig, maar ook een hele hoop steen. We hebben een hele hoop steen nodig voor een kerk. We kunnen ook een houten kerk maken, maar ik vind een stenen kerk nog mooier. We gaan eens kijken. Hebben wij wat... we hebben iron. En wat hebben we hier? We hebben niks erin, helemaal niks. Ik denk dat ik ook weer cobblestone moet gaan verzamelen, want dat is nodig. Ik heb hier nog maar 10 cobblestone en 10 steen. Oké, we hebben aardig wat steen, maar of het genoeg is, weet ik niet. Dus ik ga even wat cobblestone halen in de mijn. Ik neem een pickaxe even voor de zekerheid mee. Die stone slabs laat ik ook, dat is ook leuk voor de kerk. En zoals je weet hebben wij een nieuwe plek. Ik moet er nog aan wennen hoor. Eerst de deur. En hier moet ik nog een soort van voetpaadje gaan maken. Ik weet niet of we dat van steen maken. Dat is misschien ook een leuk idee. Ik pak even of de stone slabs. Misschien is dat beter. Stone slabs als hier zo. Let op hè, wat ik ga doen. Kijk, huppakee. Dit is schitterend. En zo gaan we een weg maken naar de mijn. En de mijn zit namelijk... Even kijken als we hier daarachter gaan. Jullie weten het nog zeker weten wel. Hier is de ingang van de mijn. Hier moeten we heen. En eens even kijken hoe gaan we dit het beste doen. Zo denk ik. Oh, dit is een beetje vervelend dat ik het zo heb gedaan. Want dan moeten we hem er omheen laten. Oh, ik word niet goed van die bomen. We gaan gewoon maar even beginnen met de resources. Cobblestone. Ja. Nou, dat hebben we dus genoeg nodig. We kunnen ook met cobblestone werken. We kunnen ook met steen werken. Ik vind steen dan wel wat mooier, aangezien we heel veel kool kunnen vinden hier in die grot. Dat ziet er ook vet uit. Nou, in de toekomst, deze serie zal natuurlijk niet alleen maar om mij draaien. In de toekomst zullen er meer mensen, personen die jullie zeker weten kennen, zullen deze Minecraft versie of deze Minecraft serie joinen. Dus dan wordt zeker weten gezellig en dan hoop ik dat hun me mee kunnen helpen met het bouwen van bepaalde plekken. En dat we met elkaar de video's kunnen maken. Ik vind het een tof idee, ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Ik bedoel, dan heb ik het ook tegen iemand om tegen te praten. Ik praat alleen maar tegen de koe. En dat is gewoon, ja, soms dan is dat een beetje eenzaam. Ik weet, mijn koe is een lieve schat, dat is zo. Clarabel mag je niet mee spotten. Het is een schitterende koe en ik ben er heel blij mee. Ik ben er ook trots op. Hij is zo lang is hij al bij me. Hij steunt me, alleen één ding is jammer en dat is, ja, dat is natuurlijk ook logisch. Hij kan geen televisies repareren.
En ik heb zoiets van, ik heb een televisie, hij is kapot. En ja, ik kan geen monteur bellen. Ik heb geen telefoonnummer, ik heb niks. Ik weet niks, ik kan niks. Nou, ik kan wel wat. Ik ga een kerk maken. Maar ik ben elektronica, dat moet je mij gewoon niet vragen. Ik denk dat wij bijna genoeg cobblestone hebben gedaan. Of verzameld. Ik denk bijna 2 stacks. En dat is behoorlijk wat. Ik ga nog even door tot mijn pickaxe helemaal kapot is. Daar is die al. Kijk eens, helemaal kapot. En 2 stacks, dat is bijna wel goed. Oh, eigenlijk 1,5 stacks. En ik loop hier omheen. Oh, wat een mooie bloemetjes. Ja, wat een schitterende bloemetjes. En om de deur heb ik opengelaten. Stom zeg. Dan gaan we hier eens even een 33 in doen. En dan ga ik hier eens even de helft in doen. En dan bewaren we die voor hier zo. En dan pakken we even snel de stone. Hoeveel stone hebben we nu? We hebben bijna 2 stacks. Dat gaat zeker weten. 2 stacks. Over de 2 stacks worden. En ik heb geen bloemetje. Hoppakee. Dat is mooi. Dan ben ik die ook kwijt. Ik heb ook een boekje, een gedichtenbundel. Oh, dat is mijn gedichtenbundel. Gedichtenbundel doe ik even terug. Want die hebben we even niet nodig, de gedichtenbundel. Wat hebben we nog meer voor verzamelitems? Nog meer bloemetjes. Ik heb zaadjes. Ik heb zelfs burr saplings. Maar we moeten bomen gaan omhakken dit keer. Even kijken, wat hebben we nog meer? De kerk gaan we doen. We hebben de mensenclub gehad. Het vergroten van het land. Ik denk dat dat een beetje bij elkaar hoort. Dus ik pak even deze prachtige iron axe. En dan gaan we eens eventjes wat bomen omhakken. Dit was mijn torentje die ik vorige keer had gemaakt. Een beetje een uitkijktorentje. Ik weet niet of we gaan eerst helemaal naar boven toe. Het zag er trouwens leuk uit met die raampjes. En dit zouden we ook nog eventueel kunnen afbouwen. Ik heb geen cobblestone meer bij me, dus ik kan het niet afbouwen. Maar in ieder geval, dit is wel een hoog punt. Moet je kijken. We zitten in een soort van berg. Ik kan niet verder kijken, maar we zien daar een berg. Daar. En het is een beetje in een bebouwde kom waar ik mijn huisje heb. Kijk, dit is mijn huisje. Prachtig huisje. En hier is het pad. En zo gaan we het verbreden. De mensenclub wordt ook nog groter, eventueel later. Maar dat is nog zeker niet. Daar begonnen we een huisje te bouwen. En daar is het pad naartoe gaan. En een varkentje. Zou ik hier naar beneden kunnen vallen? Ik durf het niet. Ik ga het niet wagen. We gaan hout hakken. Zo, en houtje. Dan gaan de bomen automatisch verdwijnen. Jullie weten het. Ik ga ook wat birchwood. Ja, ik weet niet of we één verschillend... Ja, maar ik denk dat we beter één hout kunnen verzamelen. Maar dit moet sowieso opgeruimd worden. Want we willen het land vergroten. Dus we hebben sowieso wat groter overzicht nodig. Dus wat ik nu ga doen. Ik ga even wat bomen weghalen. En dan blijf ik een beetje in deze omgeving. Wanneer ze dan... Ja, wanneer de saplings uitvallen. Of eventueel appeltjes. Dat zou ook nog kunnen. Kunnen we die altijd oprapen. En die hebben we altijd nodig voor eventueel eten. Of het verder planten van bomen. Want als we natuurlijk alles gaan wegkapen. Dan hebben we dadelijk niks meer over. En dat zou zonde zijn. Want dit moet een mooie wereld blijven. En ook een beetje. Ja. Een beetje. Ja, weet ik niet. Gewoon een mooie wereld. Moet lelijk achtergelaten worden. We gaan het ook niet achterlaten. Want we blijven hier nog wel even. En handig die toren. Zo kan ik niet te ver gaan van een padje. Anders ben ik daar van padje af. En dan kan ik een beetje in de omgeving blijven. En dan kan ik niet verdwalen. Want je weet het maar nooit. Gelukkig hebben we die berg een beetje. Hier ga ik ook die boom even weghalen. We moeten een beetje overzicht krijgen. En ik denk dat we ook een beetje naar die kant moeten gaan slopen. Dus ik sloop hier ook nog wat boompjes. Zo. Hoop bloemetjes hier ook. Ik kan een bloemetje even plaatsen zo. Huppakee. We doen dat gewoon. Gewoon even voor de gekkigheid. Hier ook even wat bomen weghalen. Nou, jullie kennen me al. Vincent, aangenaam. En ik ben een ramp in survival. Daarom vind ik dit een perfecte serie voor mij. Om lekker even zelf te overleven. Overleven hier in de wereld. En ik hoop dat vrienden van mij binnenkort, als wij een beetje een opstartje hebben gemaakt, een opbouwtje van een stukje land. Dat we eventueel ook voor diegene die dan komt joinen, dat wij in ieder geval een stukje grondbasis hebben. En niet dat die denkt van we beginnen hier midden in een wereld, een flat world, zowat. Nee, het moet echt wel een beetje een basis iets zijn. Dus misschien komt Gio wel, of Groei, of Leroy, we weten het niet. Het is even spannend wie er gaat komen. Dus dat is gewoon even afwachten. Zo, en ik sloop hier nog meer bouwen. Ik denk dat het nou wel heel overzichtelijk wordt. Het wordt ook donker, dus ik moet ook dadelijk weer naar binnen om een lekker tukkie te doen. Ik moet ook dadelijk weer wat eten gaan maken natuurlijk voor mezelf. Ik zie een appeltje, kijk eens mooi. En even kijken, hebben we nog wat op de grond? Ik zie een sapling daar. En daar nog meer saplings, die pak ik allemaal even op. Dat is handig. Voor als ik weer een nieuwe boom wil plaatsen. En hebben we hier nog wat spulletjes? Nee. Hebben we zo weinig spulletjes? Kom op. Er zijn toch wel nog een paar saplings. Ja, ik heb er 11. Het is niet heel veel, maar ook niet weinig. Misschien hier kunnen we nog wat pakken. Hier zo. Saplin. En hier hebben we nog een saplin. Kijk eens. Nog één. Misschien als we gaan slapen dat het dan vol ligt met saplins. Laten we het... één varkentje. Oké, we gaan slapen. Clarabel, waar is Clarabel? Zit ze ook al in het hokje? Nee, sorry, ik denk dat ze zo naar het hokje gaat. Zo.
En slaap lekker. Een nieuwe dag. En ik kijk even, hebben we genoeg stone? We hebben al bijna een hele stack. Kijk eens, bijna anderhalf. Ik gooi het gewoon hier in die kist dat het allemaal bij elkaar ligt. Zo, maar het gaat lekker met die ovens. Heerlijk. Ik doe die stone slabs er ook nog even bij, want die heb ik eigenlijk nog niet nodig. Ik zie ook een andesite. Oh, oké. Okay. Een andesite. Dus dan voor mij een nieuw object, dacht ik. En terwijl het een frisse nieuwe dag is, ik ben vergeten te eten, ik weet het donders goed. Ga ik nog even snel kijken of er nog wat zeppelins zijn gevallen. Ik geloof dat ik er nu wel een paar heb opgepakt. Hier liggen er nog eentje. Oké, prima. Dan gaan we even door met wat hout hakken nog. Dan hebben wij in ieder geval wat overzicht, hoop ik dadelijk. Eventueel als alle leaves verdwijnen, dan zullen we dat beter gaan zien, denk ik. En wanneer we een beter overzicht hebben, kunnen we ook de monsters sneller zien aankomen natuurlijk. Het heeft wel een aantal voordelen. Deze boom sloop ik nog even. Zo. En dan gaan we denk ik beginnen. Want die kerk, ik weet niet of het kerkje nu af gaat komen in deze aflevering. Ik ga wel mijn best doen. Ik wil wel een locatie selecteren. Maar dat kan natuurlijk nog steeds niet. Omdat we nog niet echt een midden hebben. En dit wou ik nog opvullen met dirt eventueel. Want dat is misschien wat netter. Ik heb niet zoveel dirt. Oh, ik heb wel wat dirt. Kijk, als we dit nou een beetje opvullen met zo. Dan blijft dat een beetje, wordt het in ieder geval wel een soort van flat world. Zo. Ja, mooi. Dit kunnen we ook nog opvullen met dirt, zo. Kijk eens. We hebben genoeg dirt over. Dat is mooi. Dat bewaar ik lekker, dat dirt. Zo. Hoppakee. Ik heb geen dirt meer, helaas. Jammer, hebben we echt geen dirt meer? Ja, hier ook nog een hele stack. Ik zag het niet. Mooi, we hebben lekker veel dirt, joh. Dat is alleen maar goed. Dat is heel goed. Kunnen we dingen weer opvullen. En een appeltje. De appel valt niet ver van de boom, maar hier ligt hij vlak naast mijn huis. Dat is mooi, dan kan ik hem sneller oprapen. Ik ga dit ook even volgooien met dirt. Dat het allemaal wat netter eruit gaat zien dadelijk. Zo. We hebben nog 20 blokjes over ongeveer. Ik ga dit ook langs mijn huis netjes maken, zo. En hoppakee. Nou, dit is... Oh, wat een zielig bloemetje hier. Wat een zielig, ik gooi er nog een bloemetje bij. Hoppakee. Ja, ik moet gaan eten, ik zie het, want mijn eten gaat bijna opraken. Ik ga hier nog wat bomen plaatsen. Ik denk dat die hier wel kunnen groeien, namelijk dat het niet zo heel erg is, want dit is buiten de kom. Buiten de bebouwde kom bij mij eigenlijk, om het zo te noemen. Ik gooi hier nog wat boompjes hier zo. Kunnen dan lekker gaan groeien dadelijk. Zo, een paar bij elkaar, maakt niet uit. Zo, nou die kunnen gaan groeien dadelijk. Hier ook één misschien bij mijn huis. En ja... Dan gaan we richting die kant op. Zoals je ziet is het wat opener geworden hier. Dat is heel mooi. Een appeltje nog en een zeppelin. Een hoop zeppelin zie ik hier al liggen. Ik pak ze nog even voor de zekerheid op. Je weet nooit of we ze nodig hebben. Zo. Ik zou misschien deze boom ook nog een beetje kunnen omhakken. Ja, die staat precies in het midden. En ik ga eens kijken, want mijn taartjes staan nog steeds op de tafel, dacht ik. Voor mij nog één stukje taart. Ja, die gaan we zo op en nemen. Nam, nam, nam. En wij gaan een stukje... Even kijken, we hebben een stukje pork chop. Misschien dat we er even 3 moeten nemen. Voor even voor in de toekomst. Zo. Lekker, lekker, lekker. Hoppakee. En dan ga ik eens even kijken hoeveel stone we hebben nu. Want we hebben behoorlijk wat stone. Nee, het valt mee. 11. En dat vormt 3 stacks. Bijna. Nog 1 blokje had ik nodig. Nou, daar kunnen we het wel mee doen. Ik ga vast met die stone. Gaan we vast een plekje kijken, zoeken. En ik denk dat ik deze ook. Dat ik die ook maar eventjes hierin ga doen. En dat we in ieder geval een hoop hout hebben om te beginnen. Ik hoor een skeletje. Ik hoor hem. Ik hoor hem heel goed. En dan plaatsen wij wat birchwood hierin. Appeltjes nemen we mee. Arrows horen daar eigenlijk niet in. Die doen we meestal in een verzamelchest hier. Kijk, hier hebben we een verzamelchestje. Daar doe ik dan mijn seedjes in. En de rotten flesh. En de saplings doe ik daar momenteel even in. En de steak hou ik. De arrow doe ik erin. En dan kunnen wij denk ik wel op pad gaan. Ik denk dat ik nog wel 1 stekje van stone meeneem. Dat we in ieder geval... Hier hebben we wel ruim genoeg. Heb ik een zwaard? Een stone sword. Ik neem een stone sword mee. En voor de zekerheid mijn pickaxe. Dan heb ik in ieder geval genoeg. Mocht er een vijand komen, ik hoorde net een skeletje in de buurt. Dan hebben we in ieder geval iets om op ons voor te bereiden. Hier nog meer saplings. Hoppakee, kom maar bij de papa. Zo. En dan gaan we een midden zoeken, want waar zou een midden zijn? Ik denk dat we toch nog eventjes moeten gaan kijken waar we heen gaan. En anders moeten we gewoon maar een plekje verzinnen. Kijk, dit is ook allemaal stone, dus dat is wel grappig. Het kost ook allemaal... Ik denk dat we hem gewoon hier gaan plaatsen, denk ik. Of gewoon zullen we hem hier plaatsen, vlakbij de toren. Ja, dit vind ik goed. Oh, water. Kijk hoe leuk. We hebben visjes, eigen vis of inktvisjes eigenlijk. Wat leuk. Nou, dat moeten we onthouden. Dat wist ik niet. Dat zie ik nu ook voor het eerst. Grappig. Misschien kunnen we gewoon bij mijn huis plaatsen, maar dat ziet er misschien raar uit. Maar het moet wel een beetje bij elkaar staan natuurlijk in het begin. Of we zetten hem hier op dat heuveltje hier. Is dat niet leuker? Op het heuveltje zo'n kerkje.
Ik vind het een heel mooi idee. We gaan hem gewoon hier doen in plaats van in het midden. Sorry Sanderhoek. Dat ik nu een beetje mijn eigen... Dat ik het nu een beetje anders doe. Maar ik vind het wel een mooie plekje. Nou, we gaan eens even kijken. Een kerkje. Een kerkje heeft meestal een wat groter boogje nodig. Laten we dat even hier gaan maken. Laten we het van 2 breed. Zo. En hoppakee. En dan plaatsen we hier ook nog even een... Zo. En als we dat nou eventjes zo doen. Even momenteel zo, hè. Het is een beetje saai misschien. Maar dat komt nog wel. Prima. En dan doen wij ook wat van dit ertussen. Dat we ook van hout... Of hout moet het ook gebeuren. En dan doen we dit ook zo. Beetje vervelend met die leaves. Die moeten maar snel verdwijnen. En dan doen we hier ook 2 van die paaltjes zo. Moet natuurlijk naar, boven gaan werken. En dat ziet er al gaaf uit zo, hè, zo'n kerk. Ja, dit wordt wel gaaf. Ik denk als we dat om en om doen zo met dat hout, zal het heel gaaf eruit gaan zien. Zo. En als we nou, even kijken hoor, dit ook van hout maken, zijkant. Dan, even kijken hoe we dit doen hoor. Dan heb je zoiets, denk ik. Ja. Het gaat lukken, het gaat lukken. Zo. 2 die. 2 die. Oh. En 2 van die. Ja, dit wordt gaaf, denk ik. Dit wordt gaaf. Dus 1, 2. Hebben we hier een zijkantje. Zo. En dan komt hier in van steen doen we hier. Oh, het past precies ook op die zijkant. Dan gaan we hier werken. Dus, dan wordt dit steen. Wordt dit hout. En wordt dit steen. Kijk, we komen er wel. Dit gaat er gaaf uitzien, denk ik. Ik hoop dat jullie blij zijn met het kerkje. En ja, ik ben dan niet echt het gelovige type, maar een kerkje hoort er wel in. En misschien kunnen we in die kerk ondergronds een plek maken. En in die kerk komen dan onze researchers. Onze researchers. Het is eigenlijk researchers, maar ik noem het researchers. Beetje de baantje en de kok, hè? Zo, en hoe lang later gaan we die kerk maken? Het moet wel een beetje een langwerpige kerk zijn, denk ik. Dus we gaan gewoon kijken hoeveel we het nodig hebben qua pad. Dit ziet er wel aardig uit, denk ik. Oh, dit wordt wel leuk. Zo, doen we dat hier ook natuurlijk. Oh, jammer dat we hier meer hout nodig hebben, zie je het? Oh, au, het doet zelfs nog zeer als ik naar beneden val. Ik denk dat we de volgende keer sowieso doorgaan met deze kerk bouwen. En dan maken we sowieso een vloertje erin, gaan we het hele kerkje mooi bouwen. En dan hoop ik dat jullie een leuke aflevering vonden. Vergeet geen comment te plaatsen en een mailtje te sturen als jij een idee hebt. We gaan sowieso eerst het kerkje doen. Mocht jouw idee nog niet zijn uitgevoerd, wees niet bang. Ze staan allemaal in de lijst en je komt dan zeker een keer aan de beurt. Maar we hebben zoveel aanmeldingen. Het kan ook zijn dat je niet wordt gekozen. We kijken gewoon naar een idee die bij ons in de wereld past. Die we eigenlijk samen delen met jullie. Nou, tot de volgende aflevering in de wereld van de Winstijl. Doei doei!